Midden in Batenburg, tussen de bomen en eeuwenoude huisjes, ligt de Sint-Victorkerk. Volgens de legende bekeerde Sint Willibrord, de heer van Batenburg, tot het christendom. Echter, in de middeleeuwen kreeg de kerk sterke banden met de Sint-Victordom van het Duitse Xanten, vandaar de naam. Het kerkje is oorspronkelijk 13e eeuws. Alleen het Romaanse doopvont dateert nog uit die tijd. Begin 17e eeuw kreeg de kerk haar huidige vorm. Maar er is nog veel meer moois te zien in deze kleine kerk met haar interessante geschiedenis. Hier ligt het oudste Nederlandse ridderlijke grafzerk van Gijsbert van Bronkhorst-Batenburg uit 1429. De eikenhouten preekstoel is gemaakt in 1665. Aan de wanden hangen fraaie rouwborden uit de 17e en 18e eeuw. Dat zijn houten borden met naam, titel en wapenschild van een prominente overledene met vermelding van de geboorte- en sterfdatum. Het De Kranenorgel dateert uit 1770. De orgelkast is in Lodewijk de 15e stijl. Het interieur met stukplafond en tonggewelf komt uit de 19e eeuw. In 1443 slaagde de heer van Batenburg, Dirk II van Bronkhorst, de kerk te verheffen tot kapittelkerk. Het kapittel kreeg rechten en inkomsten uit deze kerk. In de 80-jarige oorlog, die duurde van 1568 tot 1648, kozen de heren van Batenburg de kant van de hervorming. Herman van Bronkhorst plunderde de kerk in 1566 en in 1600 schoten de kanonnen van prins Maurits op de kerk, die zwaar werd beschadigd. De Spanjaarden werden verslagen. De deken en kanunniken kwamen niet terug. De kerk kreeg in 1608 zijn eerste predikant, Wilhelmus is Voordink, en werd in ere hersteld. En ondanks dat 80% van de Batenburgers katholiek was, maakten de kleine protestante bovenlaag de dienst uit. Maar dat ging goed. Er brak voor de Batenburgse bevolking een periode van rust en stabiliteit aan. In de 19e eeuw werden de toren en een gedeelte van het schip van de rest gescheiden en heringericht. In het noordelijk portaal richtte men een schooltje in. Het schooltje kreeg een eigen ingang. In de Tweede Wereldoorlog was dit het onderduikadres voor een Joods echtpaar uit Amsterdam. Zij sliepen in het schooltje en hielden contact met de tegenoverliggende kusterie via signalen. Onder de vloer had de koster een schuilplek gemaakt waar ze, in geval van nood, in konden kruipen. De toenmalige koster Hendrik van de Bovenkamp en zijn vrouw Hermina van der Schie hebben anderhalf jaar voor deze onderduikers gezorgd. In de klokkentoren hingen twee grote klokken. De Duitsers namen die mee om deze om te smelten ten behoeve van munitie. De kleine klok, uit 1600, vond men gelukkig na de oorlog terug en galmt nu ieder uur. Buiten vallen de mooie wijzerplaten op de kerktoren op. Die wijzerplaten komen uit 1910. En om al dat moois goed te kunnen filmen, is een trap een geschenk uit de hemel. Hé jongens, willen jullie die ladder verplaatsen? Nee, niet daar. Luisteren. Hé, moest dat nu zo lang duren?